YMCA. Wat of zeg jij? Oh ja, wij hebben een liedje. Oh, nou dan mogen jullie die wel doen. Mogen jullie alsjeblieft met elkaar met z'n allen doen? Oh, nou kom, als kom even bij. Dansje. Kom even bij. Ik ken hem niet, dus ik laat jullie helemaal jullie ding doen. Kom eens hier, Jorrit. Jullie gaan toch een dansje doen? Of gaan jullie zingen? Een beetje natte vertoning. KIC hoog? Ja, is dit het niet te cringe? Ja. Nee, helemaal dit wordt niet. Echt. Niet de intro. Nee, ja, maar die gaan we eruit knippen. Oké. Okay, maar we gaan het toch doen. Ik tel hem af, ja? 3. Ik weet het wel. Allemaal met je. Oh ja, ja, maar je mag gewoon net doen alsof je het... Jongens, zijn jullie er klaar voor? Ja. 3, 2, 1. En we zingen... K-I-C-O. En ja, we zingen K-I-C-O. En de timer gaat er wel echt het hardste voor. Jij stoot de lamp alweer om. Heeft nog een beetje oefening nodig. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kick It, de podcast. En vandaag heb ik... hoeveel koppen tel ik? 6. 6 hele bijzondere mensen aan tafel. Althans, je ziet er nu 2. Maar die andere 4 zal ik straks hier aan tafel hebben. Namelijk het toekomstige bestuur van KIK, jaar 23-24. Eens even kijken. Wie heb ik rechts van mij zitten? Of links voor de kijkers? Dat ben ik. Hi. Ja, ik ben dus Merle. Ik mag volgend jaar aankomend jaar... de rol van voorzitter vervullen bij de mooiste vereniging van Groningen. Daar heb ik heel veel zin in. Dat is heel leuk. En mijn naam is Pam en ik word aankomend jaar secretaris van de studievereniging. Kijk, en ik ben ook helemaal vergeten mezelf voor te stellen. Ik ben Jessie en ik ben nu inmiddels 6 jaar lid van KIK. Goeie score. Echt al een tijd. Ja, echt al heel erg lang. Heb jij ook iets van een lustrum cadeau gekregen of zo? Nee, maar ik ben wel Lustrum commissie geweest. Dus dat was voor mij ook al een Lustrum cadeau. Dus... Was dat ook jouw eigen Lustrum? Nee, dat niet, hè? Als in dat jij toen zelf 5 jaar lid was? Nee. Dat zou wel, nee. Dat zou wel echt een goede timing zijn. Ja. En heel leuk. Ja, Lustrum was een goede tijd. Maar ik ben heel erg benieuwd. Want bestuur doen bij KIK, wat houdt dat precies in? Want we hebben natuurlijk verschillende functies. Merle, jij bent... aankomend jaar de voorzitter van KIK. Ja. Dus een beetje eigenlijk het gezicht van de vereniging. Ja. Spannend. Heel spannend. Spannend, ja, maar wel vertel. Heel leuk. Ja, ik ben eigenlijk het gezicht. En ik zorg dat alles een beetje in goede banen leidt. En eindverantwoordelijke ben ik ook. Daar heb ik echt super veel zin in. Wat ik volgens mij echt al 2 keer heb gezegd. Want ik ben heb heel jij er zin erg in? Excited. Nou, ja, wel een beetje. Maar niet zo super veel, hoor. Volgens mij heeft mij er zin in. Volgens mij ook. Ja. En ze is niet alleen. Nee. Nee. Ik ben iedereen heeft er ook zin in. Ik heb ook zin in. Ja, oh, toch wel. Goed. Toch wel. Jawel. Ja. Ja, met 5 andere toppers gaan we een heel leuk jaar van maken. Ja, 4 andere exclusief ons dan. Oh ja, 4 andere exclusief ons. En moet je die ook nog een beetje temmen? Of, Nou ja, iedereen is nu heel erg excited en enthousiast. Ja. Dus dat is wel dat ik wel even soms even moet zeggen... jongens, we moeten even door. Maar ik denk, dat heeft alleen maar positiviteit. En alleen maar blij. En superleuk dat iedereen helemaal vrolijk... Ja. We hadden vandaag ook onze eerste kantoordag. En dat was echt heel leuk. Het was heel leuk. Ja, iedereen was heel blij en excited. Bijna 3 uur vergaderd. Merle, die stak er wel trouwens met kop en schouders bovenuit. Echt elke 5 minuten of zo was... Dat was gewoon zoveel zin in had. Maar ja. Dat is alleen maar heel erg leuk. Volgens mij moet je dat ook wel een beetje zijn als voorzitter. Een beetje dominantie, wel anders dan... De rest een beetje meetrekken daarin. Ja, ik ben gewoon heel excited. Ik heb gewoon hele positieve energie. Dat voel ik ook bij de rest. En ik vind dat gewoon, ja, ik heb er wel zoveel zin in. Ja. En ja, gewoon echt zo leuk om dat gewoon... Nou ja, ik ken Pam al wel wat langer dan vandaag. Dat is gewoon superleuk dat we überhaupt samen in het bestuur zijn gekomen. Dat had ik helemaal niet gedacht vorig jaar toen we elkaar leerden kennen. Nee, ik ook zeker niet. Zeker niet. Nee, en dat is gewoon superleuk dat we dan deze ervaring ook met elkaar mogen delen. En dat we elkaar dan ook iedere dag zien. Ja, dat wordt ook echt, dat is echt fijn. Prachtig. En sowieso de hele samenstelling van het bestuur. Je merkt gewoon aan alles dat het gewoon echt heel erg goed zit. Ja. Vanaf moment 1 eigenlijk zowel op sociaal vlak als professioneel vlak. En die balans is gewoon heel fijn. Ja. Want even voor mijn beeld, het zijn 4 dames, dus inclusief jullie 2 en dan 2 heren, toch? Ja, 2 jongens. Oké. Okay. Ja.
En hoe is dat met twee heren? Zijn die wel een beetje... Nou, ik vind dus die balans tussen man en vrouw wel echt heel erg fijn. En dat, volgens mij spreek ik wel ook voor de rest, vindt iedereen dat ook wel heel fijn. En ja. Dat is gewoon, ja, je kloot denk ik toch net even wat meer. Ja. En ook gewoon in een groep voor de dynamiek. Ja, en überhaupt binnen een commissie vond ik het altijd al heel fijn om ook met mannen te werken, zeg maar. En die hebben, ja, mannen hebben toch weer even soms een ander... Wat voor ervaring heb jij met mannen werken? Okay, dat is wel Pam is trouwens al wel... zit al echt al heel lang in een relatie, dus die is niet meer vrij. Ah, dit hoeft niet op deze manier benadrukt worden. Ik vind het een beetje gênant. En ik heb in de wandelgang gehoord dat jullie elkaar ook hebben leren kennen via Kik. Dat klopt, inderdaad. Oh. Ja, wij zijn... mijn eerste commissiejaar was dat. Toen kwamen we bij elkaar in de commissie. En Gijs, die was toen al wat langer lid. Dus... ja, toen sloeg de vonk wel vrij snel over. Ja, zo hebben we wel meer lovebirds binnen Kik rondlopen. Zoals jij zelf. Ja, zoals ik zelf, ja. Ja. Maar ik vind wel dat het aankomend jaar moet het wel even wat meer gaan worden. Ik wil heel graag kickbabies. Dat wil ik. Gewoon, ja. Is er eigenlijk al een kickbaby? We hebben... Volgens mij wel. Ja, dat dacht ik dus ook. Volgens mij wel één of zo. Nee, niet. Oh, ik zie al de producties. Nee, ik meen dus dat wij wel. Ja, volgens mij wel. Hadden. Oké, okay, nou, we hebben dus geen kickbaby. Dus ik wil wel graag een kickbaby. Dus op. Nou, Bas en ik hebben een hond. Telt dat ook als kickbaby? Wel een beetje. Nee, dat is gewoon een kickhond. Kik zit niet in zijn bloed. Nee. Nou, daar kunnen we voor zorgen. Maar... Ja, goed zo. Nee, dit is hartstikke zielig als ze een hond meeneemt naar de borrel. Dat, lijkt me, oh my god. Baby, oh weet my ik god. Ook niet of het geweldig is. De kikmascotte. Toby! Dat is toch echt geweldig. Dat zou wel leuk zijn. Ik zou dat heel geweldig vinden. Ga jij dan in zo'n pak lopen op de borrel? Ja, ben je mal? Weet je hoe warm dat is? Ja, wat voor mascotte zou dat dan moeten zijn? Ben ik wel benieuwd naar. Wat voor dier of object? Of... Ik denk iets van een flamingo. U moet natuurlijk wel roze dier zijn. Ja. Of een varken is ook roze. Ga jij wel als varken? Nee, ik kan niet. Oké. Laat die man dat doen dan. Ja, jij of zo. Nee. Ja. Oh, nou, jongens. Mocht jij je geroepen voelen om mascotte te worden van Kik, meld je aan. Je kan bestuur vinden op welk kantoornummer? Hoe heet het ook alweer? Wat is het nummer? Ja, jullie moeten het weten. 112? Oh, nee. Oh, shame on erg. You. On hallo, ja. Vandaag was de eerste dag, hè? Ik heb nog niet de buitenkant goed bekeken. Nou ja, hoe lang ben je al lid van Kik? Maar kijk, dit is gewoon... 3 jaar? Dit is echt zo'n typisch iets. Ik zou ook niet kunnen vertellen waar al mijn vriendinnen in de stad wonen. Maar ik weet wel waar ze wonen. Ja. Zo, huisnummer, geen idee. Nou, zou geen idee. Dat heb ik ook. Het zou wat zijn als je het kikkantoor niet kan vinden. Nee, dat je zegt, jongens, ik ben iets later. Ik ben niet bij het kikkantoor. Ik ben verdwaald. In de Van Doornvesten. Ja, zo moeilijk is het ook niet. Maar ja. Nee. Maar even terug naar jou, Pam. Want wat houdt jouw functie precies in? Nou, eigenlijk als secretaris ben ik de rechterhand van de voorzitter, dus van Merle. Dus wij zullen ook aankomend jaar heel veel samen gaan werken. En daarnaast hou ik eigenlijk een beetje de structuur binnen het bestuur. Dus ik maak de notulen van de vergaderingen. Ik zorg dat dat allemaal gewoon voor iedereen duidelijk is. Verder beantwoord ik mailtjes die binnenkomen van, van leden en van niet-leden. En eigenlijk alles wat er binnenkomt. En daarnaast heb ik de website die ik bijhoud. Evenementen worden daarop geplaatst. En de social media, wat ik zelf heel erg leuk vind. Daar kan ik mijn creativiteit dan in kwijt. Ja. En daar zal alle leuke content op verschijnen. Kijk. En ik hoorde Merle net zeggen van jullie kennen elkaar dus al voordat jullie bestuur gingen doen. Ja. Is dat... hoe is dat tot stand gekomen? Eigenlijk binnen de commissie. Wij hebben afgelopen jaar de Binnenlandse Reiscommissie gedaan. En dat jaar daarvoor waren we ook al allebei actief lid. Maar toen hebben we elkaar eigenlijk bijna niet gesproken. Nee. Ik denk dat ik de eerste keer dat ik jou sprak was, denk ik, op de borrel van vorig jaar introductieweek. Oh. Toen gingen we samen voorzitten. En toen klopt. En toen zei je nog van, oh ja, ik wil Binnenlandse Reis, lijkt me wel leuk. Toen dacht ik, oké, Bambi, die wil ik wel echt in mijn commissie hebben. Dat is volgens mij echt een hele leuke meid. Ja, en ik wist wel altijd wie jij was, maar we hadden eigenlijk nooit echt gepraat of zo. En toen is dit jaar bij elkaar in de commissie gekomen en toen was het eigenlijk gelijk gewoon... Dikke mik. Ja, dikke mik. Gewoon... Ja, gelijk heel goed. Leuk. Ja. Ik denk dat het ook wel heel goed is voor dat jullie in het bestuur zitten samen. Dat dat ook goed voor de dynamiek is. Ja, denk ik ook. Want dan zijn jullie ook al wel, gezien jullie ook met elkaar in een commissie hebben gezeten, ook al wel goed op elkaar ingespeeld. Ja, klopt. Je weet wel wat je aan elkaar hebt. Ja, dat is echt heel dat fijn. Dat is echt heel leuk. Ja. En je weet altijd dat het wel goed gezellig is als we elkaar zien. Dus dat is ook al heel fijn. Ook belangrijk. Ja, zeker. Zeker. Ja. En hebben jullie al een heel leuk avontuur met elkaar meegemaakt? Nu jullie samen toekomstig bestuur worden? Is er al iets? Bedoel je al zin iets bij het bestuur? Ja, of, iets een leuke anekdote. Wat hebben we meegemaakt? Nou, weet je wat is? We zijn bekendgemaakt en daarna ging eigenlijk iedereen een beetje zijn eigen kant. Gewoon vakantie en andere verplichtingen. Ja. Nou, anders wil ik jullie graag uitnodigen over een paar maanden. En dan hoor ik graag jullie
avonturen. Ja, dat komt denk ik wel goed. Genoeg. Volgens mij is het tijd om even de volgende bestuurders erbij te halen. Nou, wat leuk. Ik wil jullie onwijs bedanken voor jullie tijd. En ik wil jullie natuurlijk ook superveel plezier en heel veel succes wensen komend jaar. Maar volgens mij gaat het wel goed komen. Ik denk dat wij in ons handjes mogen knijpen dat jullie aankomend jaar bestuur gaan doen. Dat is lief. Zo lief, dankjewel. Ja. Nou, jullie bedankt. Top. Oké, we gaan door met de twee volgende aankomende bestuurders van studievereniging KIK. Wie heb ik naast mij zitten? Nou, aan de rechterkant van jou zit Vera Mossel. Rechts, links. Hè? Nee, ik ben Vera. Ik word aankomend jaar intern coördinator van KIK. Ik ben Jorrit. En ik word de nieuwe penningmeester. Oh, het klinkt jouw stem zo door die microfoon. Ik heb nog geen mannenstem meer doorheen gehoord. Dat is toch even anders, hoor. Dat is voor mij ook wel een stem. Ja, dat snap ik wel, ja. En vertel, hoe zijn jullie bij KIK terechtgekomen? Nou, bij mij gaat het eigenlijk al een paar jaartjes terug. Dit wordt namelijk mijn vierde jaar eigenlijk bij KIK. Ik ben in het tweede jaar begonnen bij de professionele activiteitencommissie. En daarna 2 jaar SACO. Waarop nu bestuur aankomend jaar. Kijk, gaaf. Ja, ik zit ook wel redelijk lang bij KIK. 3 jaar, denk ik, volgens mij. Of 4 jaar, maar eigenlijk altijd algemeen lid geweest. Eigenlijk. Dus gewoon meer puur voor de samenvattingen. En verder niet echt actief geweest. Vorig jaar ben ik wel, of 2 jaar geleden ben ik toen mee geweest op buitenlandse reis. Was jij ook mee? Ja, Malmö, toch? Malmö, ja, ja. Dat is erg leuk. Ja, of zeker leuk. En toen wilde ik eigenlijk al wel wat gaan doen, maar toen ging ik mijn minor doen in Oostenrijk. Dus ik dacht, nou ja, dat wordt ook wel lastig. En nu afgelopen jaar weer meegegaan naar buitenlandse reis. Dit jaar naar Praag. En toen was ik eigenlijk wel verkocht. Ja, want is nou zo... jij bent vorig afgelopen jaar niet lid geweest van... Of niet actief lid geweest. Nee, niet van actief KIK, lid, toch? Nee. Maar toch nu gelijk voor bestuur. Ja. Vertel, hoe is dat zo gekomen? Dan weet ik wel heel... Dat is natuurlijk wel een sprong in het diepe, zeg maar. Klopt. Ja, dat wordt een uitdaging. Eigenlijk voornamelijk omdat mijn zus ook in het bestuur heeft gezeten. Bij een andere vereniging. En die heeft het altijd wel thuis over gehad. En dacht, nou, dat is toch wel iets wat mij ook wel redelijk interesseert. Dus toen heb ik toch maar gewoon pogingen gewaagd. Gesolliciteerd. En nu zitten we hier. Ja. Gaan we het avontuur aan. Ja, inderdaad. Want hoe zien jullie het avontuur voor jullie? Ja. Nou, ons groepje is eigenlijk al best wel een beetje hecht geworden tijdens Praag. En nou, dat is eigenlijk gewoon de hele tijd zo door... Ja, doorgezet eigenlijk. Want wisten jullie al dat jullie toen bij elkaar in bestuur zouden komen? Nee, dat nog niet. Nee, okay. Nee. Ik zelf ook persoonlijk ben best wel later nog bijgekomen qua met de sollicitatie. Dus ik had ook echt geen idee. Maar op het moment dat we elkaar zagen bij die bekendmaking, toen was het wel even van, nou, dit wordt dat wel echt verrassing. Een topjaar. Dat is wel leuk, ja. Ja, dat was wel direct goed. Ja. Klopt, klopt, ja. Ja, het is ook wel echt een leuk samengesteld clubje. Volgens mij is het ook niet vaak voorgekomen dat er 2 mannen in bestuur zitten. Nee, in ieder geval het is wel een vaak tijd altijd geleden. Maar 1 man of alleen maar mannen en dan 1 vrouw. Dus het is wel heel erg leuk dat het zo divers is nu. Ja, klopt. Ja, ja. Vind ik ook wel. Ja, dat lijkt me heb goed. Ik niet voor... alleen maar meiden omheen. Dan kan ik toch wel een beetje jongens praten. Niet dat het zo'n kippenhok is, zeg maar, en het KIK-kantoor daar. Ja, dat wordt het waarschijnlijk ook wel. Ja, wel regelmatig, ja. Maar. Ja, jij moet wel de dames een beetje in toon houden, hè? Dat, moet ik het oké. Gaat het toch niet maken? Ja, nee, ja, dat Merle is natuurlijk ook mede verantwoordelijk voor. Maar de dames kunnen natuurlijk ook al flink kwebbelen. Dus, ja, deze 2 mannen ook, hoor. Ja, ja. Is dat zo? Dat weet je nog niet. Die 2 zitten echt als 2 verliefde koppeltjes om elkaar heen af en toe. Ja, dat gaat ook wel. Vertel, dan ben ik wel heel benieuwd naar dat zo dikke mik is. Dat willen ze graag. Hoor. Ja. Zover zijn wij nog niet. Bijvoorbeeld nog. Nee, we hebben het heel gezellig. Allemaal wel, maar we kunnen ook gewoon wel... serieus zijn, ja. Als het moet. Even kijken, want Vera, jij bent dus intern. Kan jij wat meer vertellen over de functie intern? Dat kan ik. Ja, als intern coördinator ben je... Coördinator. Als intern coördinator ben je eigenlijk verantwoordelijk over de communicatie tussen de commissies. En we hebben er dus 12, dus dat is ook flink wat. Daarom hebben we voor dit jaar ook weer 2, waaronder Dorine er ook nog bij. En nou, dan... ga je dus over de communicatie met de commissies. Je bent eigenlijk de lijn tussen het bestuur en de commissie. Dus als er iets besproken moet worden, dat gaat dan eigenlijk via ons. Ja. Leuk. En wat is de reden dat jij... had jij überhaupt gekozen voor deze functie? Of was er een andere functie wat jij graag had willen doen? Nee, ik had eigenlijk ook vooral gesolliciteerd voor intern coördinator.
Sorry, wat was de vraag om weer? Ik ben echt helemaal weg. Je wordt helemaal opgezogen. Ja, ik zit ook naar mijn eigen stem zo te luisteren. Het is zo raar. Hebben we net meegekregen dat je ook al een vergadering van 3 uur achter de rug hebt. Ja, ik snap het helemaal. Ja, ik ben helemaal hier. Nee, sorry. Laat me ook vrij intens. Nee, mijn vraag was of jij überhaupt echt had gesolliciteerd voor intern... of dat er een andere functie was. En waarom jij voor intern? Ja, waarom? Ja. Nee, ik heb gesolliciteerd voor de functie als intern coördinator... En voornamelijk eigenlijk omdat het me heel erg leuk lijkt om juist dat contact te hebben met die commissies. Ik ben zelfs ook wel zelf wel een persoon die graag met andere mensen is. En wel gewoon dat leiden, zeg maar. Dat vind ik heel erg leuk. Ik ben vorig jaar namelijk ook voorzitter geweest van de SACO. Ik merk wel dat ik gewoon dat contact gewoon echt heel erg leuk vind. En ik wou ook sowieso de uitdaging een keer aangaan. Zoals een bestuursjaar. Dus vandaar. Ja, nee, voor de kijkers en luisteraars thuis. SACO is dus de Sociale Activiteitencommissie. Kik werkt nog eens met allemaal gekke afkortingen en zo. Maar de SACO is dus... Als we het over de SACO hebben, dan is het dus de Sociale Activiteitencommissie. En die organiseren allemaal borrels. En hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Jorrit. Ja, penningmeester. Ik ben de man van de centen. Penny. Ja, ze noemen hem ook allemaal wel Sugar Daddy. Maar... zo. Regelmatig. Ik beheer het geld eigenlijk van de vereniging. Okay. Ik regel de lidmaatschappen, of ze wel betaald hebben of niet. Ja. En anders wieberen. Ja, anders ga ik achter je aan. Ja. Dus wij krijgen van jou die vervelende appjes van... Hey, je hebt nog niet betaald, wil je alsjeblieft betalen? Ja, dan blijf ik mailen hoor, totdat ik het geld Nee, dat heb ik ook regelmatig meegemaakt, dat ik niet had betaald. En dan krijg ik weer de penningmeester achter me aan. Wil je wel betalen? Ja, moet ook gebeuren, hè? Kik heb ook geld nodig. Kunnen we weer leuke activiteiten van doen. Ik ben heel erg benieuwd waarom jullie überhaupt ooit hebben gekozen om lid te worden van Kik. Nou, wat ik net ook al zei, was het eerste als puur voor de lidmaatschap. Ja. Of voor de samenvattingen. Ja. Want ik zat toen, ik ben begonnen in corona. Het was echt helemaal geen les. Ja. Dus toen was ik eigenlijk niet echt... Ik woonde toen ook niet in Groningen. Oh, want waar woon je dan eerst? In Assen. Nou, Assen. Dat is wel redelijk dichtbij, maar... Assen, dan gaan we heen met kamp. Ja, echt leuk. Heel leuk. Zijn jullie trouwens ook bij de partij, van de partij bij de introductieweek? Zeker. Ja. Okay. Tegelijk. Oh, sorry. Je ging op vakantie of niet? Nee, ik ben wel bij het kamp van de introductieweek. Okay. Vakantie in Assen. Assen, ja, we zijn allemaal op vakantie. Wel, ja. Nee, waarom ik trouwens ook nog bij Kik ben gekomen... Het eerste jaar was ik wel algemeen lid geworden. Ik had me ook tijdens de introductieweek ingeschreven. Niet om een hotdog, maar wel omdat ik het echt wou. Alleen dat hele jaar ben ik maar naar 1 borrel geweest. En toen dacht ik van, nou, dit kan niet. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon even een keer meer kijken wat er uit Kik te halen valt. En mijn eerste doel was eigenlijk om te netwerken. Dus daarom dacht ik, ik ga naar de professionele activiteitencommissie. Maar toen begon corona in dat jaar. Dat was minder. Maar goed, toch bij Kik gebleven. Dus heel erg blij mee wel. Ja. En heeft Kik voor jou in de coronatijd ook een rol gespeeld? Als in, heeft het jou meer sociale dingetjes meegebracht? Of? Ja, zeker. Ik heb ook sowieso echt wel vrienden gemaakt via Kik. Ja, bijvoorbeeld nu de groep van de Sociale Activiteitencommissie. Die zie ik nu nog steeds, nu het jaar voorbij is. Ja. En dat is gewoon wel heel belangrijk voor me geworden. Ja. Ja. Het is best wel speciaal dat je uit een studievereniging... toch echt vrienden voor het leven zeg maar, kan maken. En ik ben er zelf ook 100% guilty aan. Ik heb ook echt flink wat vrienden overgehouden aan de studievereniging. Dus ik ben er ook echt onwijs dankbaar voor dat Kik bestaat. Dus ik ben ook met de borrels en zo. Absoluut. Dus ik ben jullie ook enorm dankbaar dat jullie natuurlijk de boel gaan voortzetten. Ja, zeker. Ja. Heel veel zin in. Ja. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie tijd. En ik denk dat we jullie wel vaker gaan zien het komende jaar. Ga ik wel vanuit. Zeker. En ik wil jullie ontzettend veel plezier en heel veel succes wensen. En dat gaat volgens mij vast goed komen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, zijn we alweer bij de volgende 2 aangekomen. De laatste. Zijn het weer de laatste? De laatste. Oh, het is een groot bestuur, maar we zijn er toch al bijna weer. Maar het gaat ook zo snel allemaal. Dat betekent time flies when you're having fun. vertel eventjes, wie heb ik hier naast mij zitten? Begin eens een keer aan de linkerkant. Begin je dan aan de rechterkant? Ja. Eigenlijk is het dames eerst, maar hè? Ja, vooruit. Ik pak de eer van vandaag. Nou, ik ben Tijmen van Rooijen. En ik ga volgend jaar de rol van externe coördinator oppakken.
En daar heb ik echt ontzettend veel zin in. Heel goed. Goed om te horen. Ja, heel tof. Ja, en ik ben Norine en ik ga Verabs versterken, ook als intern coördinator van KIK. Dus daar heb ik ook super veel zin in. Ja. Een heel erg leuk, gezellig jaar. En met een zeskoppig bestuur. Dus dat is leuk. Ja, dat komt ook niet vaak voor, zeskoppig bestuur. Nee. Even kijken, want Tijmen, jij bent niet eerder lid geweest van KIK, niet eerder actief geweest van KIK, als ik het goed heb begrepen. Nooit, nee, eigenlijk heb ik nooit iets gedaan met KIK. Wat doe ik jij hier eigenlijk? Ik kom eigenlijk alleen voor de podcast en ik ga ik weer pleiten. Oh ja, je wil even met de Fame ervan doorgaan. Even met de Fame ervan doorgaan, dan is het doorgeweest. Je wil gewoon even met mij aan tafel zitten, dat precies, begrijp ik. Precies, wie wil dat nou niet? Helemaal goed. Dames en heren. Nee, ik had eigenlijk in het begin altijd al een beetje een afkeer naar KIK toe. Ja, dat is misschien wel heel hard om te zeggen. Maar ik denk dat er wel meer mensen dat hebben. Een beetje, misschien wel meer mensen hebben. En wellicht was ik ook de enige, maar... Ik kwam ook in een coronajaar in de stroom, dus ik heb geen introkamp en zo gehad. Dus daar bal ik wel van. Ja. En ik ben toen volgens mij in jaar 2, maar is omdat ik alle tentamens van jaar 1 niet had gehaald, toch maar lid geworden voor de samenvattingen. Die komt vaker maar, voor. Ja, echt altijd. Die samenvattingen zo goed. Ja, en toen kwam ik eigenlijk niet verder dan de samenvattingen. En ik ben ook eens naar een gala geweest. Dat vond ik toen wel heel leuk. Maar ook eigenlijk niet met mensen van communicatie, maar van andere studie waarmee we toen samen deden. En toen ging ik dit jaar stage lopen. En dat is 40 uur per week werken. En dan is in één keer een reisje toch wel heel erg aantrekkelijk. Die ik ineens voorbij zag komen. Want in de algemene jij bent dus bij KIK gekomen weer terug in de groep bij de reis naar... Naar Maastricht. Maastricht. Ah, ik had nooit iets, behalve een gala, dus met KIK gedaan. En ik zag dat er nog één plekje over was. Er werd een appje gestuurd in de algemene leden-app. Van er is nog één plek voor een reis naar Maastricht. Toen dacht ik van, oei, dan kan ik wel even chill tussen mijn stage tussenuit piepen. Dus dat klonk wel als, als muziek in mijn oren. Kende jij al mensen toen bij KIK? Nou, ik wist, volgens mij had ik toen op de lijst gekeken en zag ik dat Rafael meeging. En die kende ik ook nog maar een beetje. En nou ja, dan ken je Martien ook wel een beetje. Dus dat waren eigenlijk de enige twee. Als je Rafael kent, dan ken je Martien. Package deal. Ja, precies. Dat is echt een package deal, inderdaad. Ja. Ja, leuk. Hele leuke package deal ook. Mm. Altijd heel gezellig. Ja. Ja. En dat toen vanaf de reis ben ik eigenlijk niet meer te missen. Nee. Dat heeft mij wel aangestoken om vaker wat te gaan doen. Ja. En nu, net als Jorrit, zitten wij hier aan deze tafel. Ja. Ja. En... wat jouw functie was? Extern. Extern. En wat ben jij van plan als extern voor het komende jaar? Heel veel knaken verdienen natuurlijk. Knaken verdienen, oké. Knaken. Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja. En leuke samenwerkingen. 100%. Ja. Maar dat gaat al heel erg goed. Dus dat belooft heel veel goed voor komend jaar. Ja, we zitten kunnen nog geen uitspraak doen. Maar nee. Shit. Ah, start na de uitzending, dan krijgen we even mijn oorfluitje, toch? Precies. Ik ben wel heel benieuwd. En Dorine, jij loopt natuurlijk al een tijdje rond bij KIK. Ja, in 2019 was mijn eerste jaar. Net voorafgaand aan corona. Dus ik heb nog een mooi jaar, een normaal jaar meegemaakt. Ja, want jij hebt volgens mij wintersport. Ja, ik heb niet één, niet twee, maar 3 jaar wintersportcommissie gedaan. Yeah. En eigenlijk er toen ingestroomd na een jaar non-actief. Dus gewoon als algemeen lid. En toen was ik dus inderdaad een paar keer op de borrel geweest... zonder echt in een commissie te zitten. En toen dacht ik, het is zo'n leuke groep en het zijn zulke leuke mensen. Laten we het gewoon proberen. En zo kom ik bij de windsportcommissie 3 jaar geleden alweer. Ja, windsport ook wel next level. Ja. Dat is altijd wel super gezellig. Ja, het was echt een hele super toffe commissie elk jaar weer. Dus dat maar is ook wel, ook wel intens lijkt me. Want je moet natuurlijk wel een best wel grote reis organiseren. Ja, ja zeker. Het was zeker een hele grote verantwoordelijkheid. Ja. En ik denk dat we het na 3 jaar, na 2 jaar coronajaren... heel goed hebben opgepakt als een super toffe reis. Ja. Dus, ja, en nu door naar bestuur. Een nog veel grotere verantwoordelijkheid volgens mij. Ja. Maar, maar nu doe je het natuurlijk met elkaar. Dus, ja, zeker weten. Ja. Ja. En met wat voor een groep, hè? Nou, echt. Zo leuk. Ja, want ik heb wel begrepen dat jullie al wel goed op elkaar ingespeeld zijn. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ik merk het wel in deze podcast. Ja, jullie lopen allemaal lekker voor elkaar te babbelen hier. Ja, dat kunnen we wel, hoor. Met z'n We hadden het net inderdaad over dat kippenhok. Nou, dat was dus vanmiddag ook voor het eerst al echt... Er werden Nerf Guns door het hele kantoor heen geschoten. Ja. Dus, de Nerf Guns die zijn ook vaak niet weg te denken. En toch hebben we echt heel veel werk verzet vandaag gehad. Dus het is een goed begin. Ja. Ja. En dat voor een eerste dag. Ja. Ja.
Ja, en moet je nagaan, dit gaat nu jullie voor het komende jaar jullie leven worden. Ja, ook, hè? Dat is heel gek, ja, om te bedenken, hoor. Die BV'tjes, die hakken er altijd wel een beetje ja, in, volgens mij. Maar dat denk die ik slaat wel een paar uur Eén aan, keer per dacht week. Ik. Ja. Ja. Ja, maar je kan er heel veel in bespreken, dus dat is echt dus je bestuur. Ja. Ja. En hebben jullie voor jullie bestuurs, hebben jullie een tussenjaar genomen? Of, en ik ben natuurlijk eigenlijk heel erg benieuwd, wat voor studie doen jullie überhaupt bij het CMI, is het toch? CMI ja. 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 Ik studeer communication, multimedia design. Dus dat is zeg maar een beetje de creatieve kant van ons instituut. Ja. En daarin heb ik wel een tussenjaar genomen. Omdat ik dus alleen nog moet afstuderen. En toen dacht ik, ga ik het nu combineren? Ja, nee, nou, het was toch wel heel erg veel. Bleek allemaal achteraf. En, dus nu ga ik het een half jaar, zoals een jaar uitstellen. Ja. Nou, ik geef geen ongelijk dat je dat hebt gedaan. Nee, fully focus nee. op kick. Ja, ja, ook wel fijn, toch? Kan je gewoon lekker even... Inderdaad, heel je hart storten op. Ja, we gaan het zien. Op kick, ja. Ja, en ik studeer communicatie. En ja, ik moet nog 2 tentamens van jaar 2 halen, waardoor ik eigenlijk het laatste jaar niet in mocht. Dus dat maakte de keuze voor bestuur ook wel weer een stukje makkelijker. Dus ik ga 2 tentametjes knallen en de rest ga ik lekker mijn tijd investeren in kick. Ja, volgens mij kan je heel goed die tentamens gaan knallen met die fantastische samenvattingen van kick. Exact, kijk, exact. Toch? Kijk, ja. 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 Want wat betaal ik weer voor die samenvattingen? Dat is ook niet zo heel duur, toch? Helemaal als je dit bent. Ja, 2-3 euro of zo, zoiets, dacht ik. 2,50 euro. 2,50 euro. Als... Oh, actief. Ik hoor net, ja, ik hoor in mijn oortje, 2,50 euro voor een actief lid. Dan krijg je dus vet voor korting. Des te meer redenen om lid te worden. Ja. Nou, dat is hopelijk niet de enige reden waarom mensen lid worden. Nee, nee, zeker niet. Dat is natuurlijk echt niet een hele toffe vereniging. Ja. Ja. Ja, als je nu even mag... vertellen aan de kijkers thuis waarom je lid zou moeten worden van Kick. Wat zou je dan zeggen? Oeh, promo. Mag ik de camera pakken? Kunnen we een muziekje krijgen? Ja. Oh, dat vind ik een hele goeie. 30 seconden. Zo'n teleshop. Waarom moet je lid worden van Kick? Heb jij altijd al een hele gezellige vriendengroep willen hebben en ook nog je netwerk willen uitbreiden? Dat kan allemaal bij Kick. Want je hebt activiteiten, je hebt reizen, je hebt gezellige feestjes, maar ook nog... professionaliteit. Kijk. Workshops. En samenvattingen. En samenvattingen. Die komen altijd weer terug, maar ze zijn wel verrekte handig. Ja. Zeker. Ja, ik ben afgestudeerd, dus dankzij Kick. Dus ja, ja. En dat kwam echt door die samenvattingen, hoor. Ja, nu krijg je maar tot jaar 2 natuurlijk tentamens. Dat klopt. Maar, ja. Sorry, ik onderbreek helemaal jullie promopraatje. Maar bij deze... How can I make it about me? Word lekker lid van Kick. Ja. En dan krijg je natuurlijk ook een superleuk bestuur erbij nogmaals. Dus dit is het jaar voor iedereen. Ja. Even kijken, tijdens de introductieweek, dan is er natuurlijk ook de eerste kickborrel. Klopt dat? Klopt, zeker. Ja. Is dit daar ook weer een thema verbonden? Of, Op dit moment is het volgens mij het thema natuurlijk van de introductieweek, namelijk oh, film. Ja. Oh ja, tuurlijk. Dus het wordt 1 grote filmset en een hele hoop gezelligheid. Nice. Denk ik. Leuk, man. Nou, ik hoop dat ik jullie dansend op de kickborrel ga zien. Op alle kickborrels, ja, laat ik zo zeggen. Ik kijk er onwijs naar uit om jullie te zien stralen aankomend jaar. Met of zonder biertje in het hand. Jongens, ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie tijd. Ik wil jullie heel veel plezier en heel veel succes wensen het komende jaar. Ik heb nu al van jullie genoten, dus moet je nagaan wat het aankomende jaar allemaal gaat brengen. Ja. En ja. Jij zeker bedankt voor deze podcast. Ja, het was echt mijn waar genoegen. Ja, het met was heel veel liefde. Gezellig. Ja, ja, wel, ja, toch? Ik, ja, vond het heel gezellig. Ja, nou, het zou leuk zijn als jullie misschien nog, ja, een keer ooit kunnen aanschuiven. Wie weet, wie, ja, weet. Er komen nog heel wat leuke podcasts aan, volgens, zeker, mij. Ja, dus, volgens mij ook wel. We hebben er zin in. Ik, ja, ook, ik ook. Mensen thuis, ontzettend bedankt voor het luisteren of kijken. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei! Doei! Doei.